Bij café Bombini in Wehl sloeg dinsdagavond het noodlot toe met het uitbreken van een grote brand. Een dag later blijkt dat het vuur is ontstaan in een meterkast bij het DJ-meubel. Eigenaar Johnny Welling is blij dat er niemand gewond is geraakt en wil zijn zaak snel weer openen. Dat gaat sowieso wel weer gebeuren, als dat, ik weet niet hoe. Maar ja, dat proberen we wel zo snel mogelijk weer in orde te krijgen. Dat is het hele ding wat, wat ik wel wil. Ik bedoel, dit is mijn ding en dat wil ik wel houden. Welling was ten tijde van de brand zelf aanwezig om een Koningsdagsfeest voor te bereiden. Ook was er een vergadering bezig van een vereniging. Op een gegeven moment sta je nog binnen en ben je gezellig aan het kletsen. En later wordt er geroepen ben je met de brandslang een brand aan blussen. Nou, toen gingen de lampen allemaal uit natuurlijk, dus dan werd het ook pikken donker. En die rook die slaat op je longen, dus toen kwam de brandweer ook vrij snel. Het gat in het dak van Bombini verraadt dat de schadepost groot is. Hoe groot durft Welling nog niet te zeggen? Iemand zei gisteren, schrijf het maar af. En meneer Nettie zei van, als je een beetje geluk hebt en je kunt het allemaal nog goed schoonmaken, dan kun je bepaalde dingen misschien nog wel gebruiken. De steun vanuit de omgeving doet de ondernemer goed. Zijn telefoon stond woensdag roodgloeiend. Ja, dat is mooi. Ik bedoel, ik probeer me altijd in te zetten in het dorp en dat vind ik ook leuk. En dat zie je nou ook wel terug, dat echt iedereen zegt van, als we je kunnen helpen, dan doen we dat. Dat is zeker fijn. Voorlopig zijn er geen feesten, vergaderingen en andere evenementen in Bombini. Wanneer Welling zijn deuren weer kan openen is nog niet duidelijk. Hij is nu op zoek naar een oplossing om zijn klanten te kunnen helpen. Voor aankomend weekend hebben we ook een feest. Misschien kunnen we hem bij mijn collega houden. Maar dan gaan we vandaag en morgen eens even naar horen. Ik bedoel, dat zou wel mooi zijn. Want die mensen die willen, die hebben de kaart alles verstuurd. Die willen ook feest vieren.